scheidsrechter Tom Winkel heeft de wedstrijd afgelaten trappen door Yannick Bouw, speler van Eemdijk, DVS tegen Eemdijk. Ken je die scheidsrechter nog wel, Winkel? Nee. Hij was meer een winkel... Oh, krijg nou wat! Wat gaat er gebeuren? Bal van de lijn gehaald. Voorlopig is het wel duidelijk wat Eemdijk wil. Veel uit van naar achteren. Redeneren. Goeie bal. In de diepte is er tijd om hem af te spelen. Van Hilt gaat zelf. Bal via een Eemdijker, of een dieker, moet ik misschien zeggen, over de achterlijn. Ja, had Nicky. Misschien een voor kunnen geven. Van Leijhorst, Romeon. Prima tackle van nummer 3, Jasper Beekhuis. Kijk, dat is nou bijzonder. Er wordt vandaag ook vanuit de gevangenis meegekeken, zie ik. De PI Lelystad. Die zien de voorzet op Krauter. Zag er mooi uit, hoor. Prima. Kruiseer omhaaltje naar Nijland. Die ziet ruimte, misschien aan de andere kant. Voor Roland Baas. Roland Baas, bal is lang onderweg. Heeft hij hem? Moet het duel. Hij heeft hem in tweede instantie. Kruiseer, goed opengedraaid gelijk. Maarten van Dijk, ook goede lichaamsschijnbeweging. Bal naar Nicky van Hilten. Hollard helemaal door. Hij is, ik heb het idee dat hij... Wat doet hij dat goed. Maarten. Okay, nou hij raakt steeds beter in vorm, hè. Maarten van Dijk. Balletje aan een touwtje. Ja. Nou, we zijn een kwartier onderweg. Tijd voor een goede corner. Stef Nijland brengt hem in. Die bal is voor Kruiseer. Goed raken. Ja. En hij zit erin! Adriaan Kruiseer. Lekker laag. In de benedenhoek. Nou, dan moet dat je wel geluk mee hebben. Ja. Dat hij geen been raakt. Precies. Afgeslagen corner van Stef Nijland. En we staan fijn weer op voorsprong. Hier mogen we nog even. Sam de Wit bijna. Ja, nee. Oeh, la. Dat was Benjamin Roemeon. Eerste kopbal van Nicky van Hilten. En vervolgens de kleinste van het veld. Maarten van Dijk. Oh, Maarten. Hé. Hey. Opletten. Vervelend foutje. Daar doet Dien Bredewold goed mee. Ik zou zeggen, speel hem even inderdaad de diepte in. Weg uit die gevaarlijke zone, bal diep naar Kruiseer. Kijk, het is heel goed. Peter van de Groep in de achtervolging. Bal voor de pot. Roemeon. Nou, Roemeon! Oh. Ze belonen zichzelf niet. Aanname was net niet goed genoeg om hem echt af te drukken. Schot. Geen probleem. Dien Bredewold. Nou, ik denk toch echt de eerste... Schot was van Freek van Belzen. Ja, ik denk de eerste schot op goal. Ja, inderdaad. Mooi. Adriaan Kruiseer. Sam Krauter. Sam. Inkomende Nicky van Hilten. Even terug. Ben Moussa. Kijkt. Paast. Stef Nijland. Oh! Nicky. Jammer. Zetten echt duidelijk meer druk. Daardoor komt er misschien wat meer ruimte. Goed. Kijk, prachtig. Bal. Van Roemeon gaat nu zoeken naar Kruiseer. Ruimte om te schieten. Op de paal. Op de paal. Binnenkant paal. Weer een bloedzuiver schot. Adriaan Kruiseer. Technisch heel mooi geschoten. Aanname was ook perfect. Stuurt hem echt richting dat hoekje. Ben Moussa. Stef Nijland. Is ook goed. Tijd is dit paasje goed van Stef. Nou, ja hoor. Sammy Krauter. Heerlijk voorzetje. Hè? Van Hilal Ben Moussa. Voorbereiding was ook goed van Stef Nijland. Ja, heerlijke bal van Hilal Ben Moussa.
Nou, dan staat het toch weer heerlijk hoor, ook deze wedstrijd. DVS gaat verder waar ze vorige week mee bezig waren. En dat is doelpunten maken en goals voorkomen. Komt hij aan? Ja, die is goed op Roemion. DVS sluit verder door. Roemion kan gaan kijken. Op, ja, die komt aan. Nou, Roemion, kies hem maar uit. Ja hoor, en hij schuift hem binnen. Voor een geweldige aanval van DVS over meerdere schijven. Prachtige teamgoal. En dat teamgevoel zie je nu ook als iedereen geniet van deze prachtige 3-0. De pap te brokkelen, deze, als die ook nog goed is. Dit is ook weer een lekkere vloeiende aanval. Nicky van Hilden. Jongen. Storm naar voren. Fantastisch. Bal op de 16. Stef Nijland. Oh! Laat je trappen. Wat is dit mooi. Kan nog. Nee, dit is te hard. Ah, hij schildert hem over de keeper heen. Zijn de mooiste. Keeper denkt nog van, ik kan er misschien... kan erbij. Lukt niet. Bal op de lat. Stef Nijland. Laat het lopen. Crowder uit de goal is de doelman. Ja, nou. Zo, mensen thuis. Ja, dit is wel heel erg lekker, hè. Hoge bal. Sam Crowther. Ook in de verdediging staat hij zo'n mannetje. Roemion, wat is dit mooi. Niet te geloven. Prachtig. En daar gaat hij. Ja hoor, Benjamin Roemion. Het is weer de oude Benjamin Roemion, hè. Ongelooflijk, zo mooi. En Maarten van Dijk ging ook hard naar voren. Die wilde hem ook wel maken. Maar die zorgde in ieder geval voor afleiding. Zodat Roemion naar binnen kon. En hem gewoon zelf binnen schoof. Franco Lijf, Maarten van Dijk. Ja, Maarten. Alles wat hij doet is goed. Als hij dat begint te doen, Sammy, dan is er wel wat aan de hand. Ja, je weet gewoon dat hij nu wegloopt en een klein beetje aan het genieten is. Van dat kleine tikje door de beentjes. Ja, geweldig. Van Blerk, balletje erin. Nicky van Hilte. Ze laten hem Nicky lopen. Nicky nog steeds. Hij loopt zo mooi als een hinde. Nicky van Hilte. Mokhtar. Die wil een doelpunt maken. Ja. Had het beter kunnen afspelen naar Roland Baas. Die stond ook echt met zijn handen in zijn zij. Zo van, wat is dit nou? Nou, alsnog. Roland Baas. Ja. Nicky van Hilte bijna. Ik had het hem gegund. Netjes in de ploeg. Nu door... 5-0. Fantastisch mooi. Opzet is mooi. Het is Owen Muller met assist op de ingevallen Younes Mokhtar. En die opent zijn rekening, zoals je dat dan zegt, ja. Voor DVS. Daar is hij dan, onze Mokkie. Keeper ertussen. Maarten van Dijk, Roemion nog steeds. Oh! Nicky, wat deed je dat mooi. Prachtige passeeractie. Maar... Schot. Net iets te hoog. Eerste actie altijd goed. Nicky. Ja. Dit was hem. 5-0. Heerlijk. Nou, dames en heren thuis. Wij hebben genoten. En DVS wint met 5-0 van Eemdijk. Dat is een fantastisch resultaat. En daar kunnen we mee verder volgende week. Uit bij IJsselmeervogels. En de week daarna thuis tegen Rijnvogels. Tot volgende week. En allen een heel goed weekend gewenst.